Nu trainen bij PSV, hoe bevalt dat? Ja, superleuk. Ja, heel mooi. Ik ben nu 7 jaar geleden gestopt en in die tussentijd veel dingen gedaan, ook bij PSV. Ik ben op de commerciële afdeling gewerkt, ik ben assistent trainer geweest bij het eerste, individueel trainer geweest bij jeugd. Ik heb van alles wat gedaan waardoor ik een beetje mijn eigen agenda kon beheren. Ja. Dit jaar ben ik voor het eerst onder de hoede van Van Nistelrooy als hoofdcoach fulltime op het veld. En dat bevalt eigenlijk wel heel erg goed op het moment. Ja, en op zo'n commerciële afdeling, wat moet ik me daar dan bij voorstellen wat je daar deed? Meer gastheer bij de wedstrijd, bij de thuiswedstrijden doe ik nog steeds af en toe. Maar ook wel echt in gesprek met sponsoren om te kijken of ze sponsor van PSV willen worden. En waar raakvlakken liggen met sponsoren. Presentaties geven, dat soort dingen uit naam van PSV. En dat beviel me ook heel erg goed. Uiteindelijk kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en ga je toch het veld op. En hoe lekker is het dan om met gasten als Mark van Bommel en zo te samen ook te werken? Ja, mooi man. Maar als je kijkt wat voor jongens we bij PSV rond hebben lopen op dit moment. Van Bommel, Jurgen Dirksen, Wilfred Bauma, Jonas Kolka, Ruud van Nistelrooy, ikzelf. We hebben wel een grote groep met oudspelers die daar op dit moment rondlopen. En dat is wel echt, dat is wel mooi. Jij bent natuurlijk jarenlang verdediger geweest in het Nederlands elftal. Hoe kijk jij nu naar die verdediging van het Nederlands elftal? Ja, is toch geweldig om te zien. Als je kijkt hoe, ik heb natuurlijk met Daley Blind nog gezeten bij Ajax in mijn nadagen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Matthijs de Ligt, hoe dat soort jongens zich ontwikkelen op jonge leeftijd al. Nu zo'n stap maken naar Juventus en dan nu al zo ver zijn op die leeftijd. Dat is natuurlijk heel mooi. En die ontwikkeling van die jongens kan alleen maar verder gaan. Want het zijn natuurlijk allemaal jonge gasten, de meeste. En je ziet ook jongens zoals bijvoorbeeld de Memphis. Als je kijkt naar Memphis Depay, hoe die zich ontwikkelt en hoe die doorgaat. En hoe die toch weer zijn stempel drukt, ook weer nu afgelopen wedstrijd. Ja, dat is alleen maar mooi. En ik denk dat dit ook een groep kan zijn die heel erg kan gaan groeien. En misschien wel inderdaad toch het eerste WK een keer gaat pakken voor Nederland. Ja, en dat jongens dan als Matthijs Ligt dan wel eens bekritiseerd worden daarover, dat moeten we eigenlijk niet te doen. We moeten misschien niet te hard wezen op hem. Ja, maar dat is nou eenmaal, dat hoort ook bij de voetballerij. En dat vindt Matthijs ongetwijfeld ook zelf niet erg. Want op het moment dat je niet goed speelt, speel je niet goed. En dat weet je zelf ook. Alleen het feit waar je vandaan komt en hoe oud je bent en tegen welke spelers je speelt. Ja, die ontwikkeling maak je als team natuurlijk mee. En als je nu ook ziet, dat soort jongens, Frenkie de Jong naar Barcelona, hij naar Juventus. Ja, Daley Blind die bij Ajax echt de dienst uitmaken, die is herenmeester daar op het moment. Ik denk als je kijkt naar die jongens, ik denk dat dit nog heel ver kan gaan groeien.